Een heerlijk gerecht voor een tussendoortje of een snel hoofdgerecht. Dit gerecht had ik ook wel eens in Spanje en de chorizo geeft er een heerlijke smaak aan samen met de gebakken cherry tomaatjes. In dit voorbeeld gebruik ik pita broodjes, maar je kunt hier bijvoorbeeld ook een stokbrood voor gebruiken. Verwarm de grillpan zodat hij goed heet is. Smeer de twee pita broodjes in met wat olie en leg ze op de grill. Smeer ook de cherry tomaatjes in met wat olijfolie en leg ze ook op de grill. Verwarm in een pannetje wat olijfolie en doe hier de knoflook, de blokjes chorizo en de gesneden ui in. Bak dit voor minimaal 2 minuten op niet te hoog vuur. Draai ondertussen de broodjes om en roer de tomaatjes. Meng hierna de tomaatjes bij de rest en roer alles goed om. Druk vervolgens nog 3 of 4 tomaatjes open, zodat het sap uit de tomaatjes komt. Laat de rest van de tomaatjes heel. Serveer met wat bieslook en peterselie. En als je het hebt, is het erg lekker om hier wat basilicum bij te doen. En natuurlijk een frisse salade om het gerecht wat completer te maken. Eet smakelijk!